Goedendag kijkers van Dutch Game 17 en vet als je kijkt naar Watch Dogs. We moeten nu ontsnappen aan een helikopter. Deze wel te verstaan. Vorige aflevering zijn we erachter gekomen. Waar zijn we ook weer achter gekomen? Ja, dan moet ik even denken dan, maar we zijn ergens achter gekomen. En dat is goed. Wat zit Eden soms die glitches, hè? Fuck jou. Nee, dat wou ik niet. Fuck die camera's. Doei. Oké, ik weet het niet. We lopen nu de andere kant op dan vorige keer. Daar blijkt namelijk een opening wel te zitten. Oh. Reloaden, thuis rennen. Wat een badass ben ik soms. Komt tevoorschijn. Oké. Okay. Oké, laten we gewoon wegrennen. Oh, hier kun je het helemaal niet wegrennen, what the fuck. Ze zijn me kwijt, dat is mooi. Boom. Alright. Oh, hier kunnen we door, dat is nice. Hebben we toch even goed gedaan, jongens, ze zijn me toch eventjes kwijt zo. Oké, gun weg en doen alsof we gewoon ook met deze mensen meerennen. We gaan een autootje pakken. Fuck, helikopter. Snel! We gaan ontsnappen uiteraard. Het duurt allemaal lang. Oh, dit is wel een vette waggy trouwens. Dashboardkastje beroofd. Oh, dat doet hij ook, die mal Eden doet dat ook nog eventjes. Gekke shit. Oké, okay, we hebben een helikopter ook, dus we moeten ergens een tunnel zien te vinden. Want anders raken we die guy nooit kwijt. Die heeft natuurlijk een helikopter en die, ja, daar blijven we toch wel in zicht. Dus we moeten even kijken hoe we ze aan hem ontsnappen. Het wordt in ieder geval lastiger dan gewoon auto's. We worden ook dit beschoten door die helikopter, dus dat is ook nog eens leuk. Oh. Ja, hoe de fuck ga ik dit doen? Wow, dat was een beste ongelukje. Netjes. Pakketje. Blokkering. Oh. Oh, die helikopter is ons natuurlijk niet kwijt. Maar dit kan ik allemaal niet gebruiken. Maar blijft ons zoeken. Stoplicht. Oh, we hebben natuurlijk geen batterijen. Wat te veel hacken. Dat is kut. Oh, een jump. Het zou nog wel eens goed van pas kunnen komen. Oh. Het licht kan het allemaal kapot. Jesus, waar de hell is hij? Anyone got a visual? Damn it. Gaat dit werken? Ik hoop dat het werkt. Onze auto is helemaal fucked up, jongen. Onze deur staat open. Ja, lekker verstoppen zo. Beter stoppen jullie met zoeken, jongens. Oeh, de rij is toch even langs. Nee, doe maar niet. Niet over langs dat gebouwtje heen komen, een helikopter. Goed zo, ga maar weg. Yes, we hebben het gedaan, jongens. Succesvolle ontsnapping. Fuck yeah. Missie volbracht, hoofdstuk 1. We zitten nog steeds in hoofdstuk 1 ook gewoon. Vaardigheidspunten verdiend. Laten we even een paar vaardigheidspunten pakken. Rijvaardig. Het kwam nu goed van pas. Je loopt minder schade op tijdens een botsing. Dat is wel handig. Hacken. Doe maar wel, want we hadden net al te weinig batterijen. Alright.
Laten we maar uitstappen, want deze auto is toch helemaal kapot. Hij sprong echt uit van ja, de deur hoeft toch niet opengemaakt te worden. Did you find the guy we traced? Yeah. Some bad history there. Listen, I need to find someone else. This time I have a name, Helena Tucci. She's related to a guy I'm after. Does she live in Chicago? Yeah, I need a location right now. Got her. Wow, she's got a serious digital footprint. Okay, this morning she posted about a meeting today outside the Willis Tower. All right, I'll call you when I'm there. May need more help. Oh, we zijn er alweer, joh. Een spraak tussen de wielen. Een spaak tussen de wielen. Ik las spraak, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Laten we de missie gaan starten, jongens. Ja, nu we toch in de buurt zijn, waarom nu? Oké, I'm at the Willis Tower. What do you got on Helena? Looking through status updates. She likes selfies. Here she is making a duck face, a sparrow face. She loves her cats too. Why are you targeting this clueless girl? I'm not. I need to find her uncle fast and Helena's gonna point the way. Alright, dus we gaan haar familie gebruiken. Net als profiler. Okay. Okay, here's something. She posted a pic this morning. Her outfit for the day. Dark hair and glasses. And she's showing off a green backpack. Thank you, social media. That's a start. Nice. I'll keep digging. Wat zou ze gebruiken? Ik denk Facebook of Instagram. Instagram, daar post je heel veel foto's op, hè? Ik heb zelf namelijk geen Instagram, dus dat weet ik niet precies, maar... boeit me ook allemaal niet. Ga ik de vrienden om het nichtje van Angelo Tucci te vinden. We gaan dus Angelo Tucci vinden. Maar die man, dat is gewoon geen blij jongen. Dankjewel voor je geld, dat maakt me altijd weer blij. Oh, poor girl. What's that? I've got her medical records. She had an abortion last year. That might explain the therapist she's seeing. Why are we prying this deep? I don't need a history, Clara. I need a location. Hey, I start the search and information just comes in. I don't control the content. Hold on. Perfect. She just posted a status update. She's inside Connolly Square. It's a glass structure. Should be right near you. I got it. Ja, ik ben er al. Paardje in galop. I'm dead sick, Aiden. We believe information should be free. Clara. Relax. We don't pick on innocent girls. Wel tof dat Clara nu opeens wel mee... Oh, dat is gewoon Clara natuurlijk. Die bad girl. Bad boy. Kan ik hier in? Ik kan hier niet in. Waarom kan ik hier niet in? Ik wil hier in. Het is wel cool dat je gewoon door glas ook kan hacken. Oké, Helena. You're up. Krijg medicijnen tegen diarree. Miss Tucci, I'm Dr. Hyatt with the Chicago General Hospital. We received your Uncle Angelo's blood work, but you're the only number he gave us. Do you know where we can reach him? It's urgent. No, sorry. I haven't heard from my uncle in years. Okay, thank you, ma'am. Oh, dit is wel echt heel vet, hoor, dit. Hey, Uncle Angie. Helena, you need concert tickets again? Listen, I got a weird call. I think the cops are looking for you. What? Damn it, you calling me just gave them a trace. Hang up now. Gotcha. Oh shit. Zij weten, ze zitten dus ook al in het complot met die oom. Where are you, Angelo Tucci? There you are. Nice. Angelo Tucci. This guy's leading the prison transfer for my witness. Beste, ik wil paardje in galop nog even hacken. Mag dat? Mag dat snel? Paardje in galop. Yeah baby, let's go. Oké. Genoeg onserieus, we gaan nu weer serieus te werk. Oh, ik zie daar mooie auto's staan trouwens. Hij komt ook op ons afgerend, dus... als we misschien even een mooi plannetje kunnen maken hoe we die guy gaan stoppen. Oh, deze die scheurt wel lekker hoor. Hallo. Oh jongens, ik kan deze auto haast niet besturen joh. Maar, is dit de weg die gaat rijden?
Of niet? Denk ik wel, hè? Als we dan op deze weg iets moois kunnen doen. Kunnen we hem opwachten? Oh. Maar we hebben niet al te veel tijd, dus we moeten kijken wat we kunnen gaan doen. We kunnen bijvoorbeeld een stoplicht activeren, maar dat is iets te ver weg. Ik weet namelijk niet wat hij daarna gaat doen. Want hij moet sowieso langs deze weg heen komen. Ik hoop dat je hier ergens nog paaltjes hebt of stoplicht of zo. Ja, hier heb je stoplichten. Dat zou eventueel kunnen. Maar ja, hij is nog ver van ons verwijderd, dus waarom zouden we heel lang gaan wachten? Hier heb je stoplichten. Hier heb je ook stoplichten. Oh, sorry meneer. Hier heb je ook stoplichten. En hij komt vanaf deze... Oh, sorry. Godver, ik kan deze auto gewoon niet besturen gewoon, hè. Burgers kunnen ook gewond raken, dat is wel cool. Oké, we gaan deze weg gaat hij gebruiken. Dus we gebruiken dit stoplicht. Moeten we het wel goed timen. Kijk, daar komt hij aan. En dan zetten we hier gewoon een roadblock. Kan ook. Gaan we stil in onze auto zitten? Nee, wacht. Ik heb een beter idee. We gaan naar de zijkant van de weg, dat valt op. Dus denkt u dat dit gewoon een stilstaande auto is? Komt die aan. Dit is echt vet gedaan. En chill ook dat je weet welke kant die op gaat. No way! Oké. Crasht? Waarom crasht die niet? Hij moet crashen. Hij moet crashen. Het is hier ook gewoon druk. Oké, we gaan het nog een keer proberen. Volgende stoplicht. Okay. Doe alsof ik dood ben. Oké, dit zou wel heel mooi kunnen zijn. Bam. Wow, what the fuck? Come on. Crash. Oké, ze hebben mij nog niet in de wagen. Oh. Oké, als ze gaan rijden, ga ik... crashen. Angelo is bijna bij de gevangenis. Oké, dan maar op deze manier. Oh, ik ga dood. Oké, dit is echt lastig. Oké. Ja! Found the achtervolg. Oh. Oh, aan de kant jongens, moeten langs. Iets man, ik moet rijden. Waarom werd van die auto niet gepakt? We're here. You need help? Oké, zijn er nog ergens stoplichten die ik kan hacken? Paaltjes. Kut, ik heb geen batterijen. Zuur. Bam. Oh, fuck. Go, 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 go. Vrouw aan de kant, kom op zeg. Ik ben toch bezig. Oké, die was al te laat.
Waar gaat hij heen? Wat daarheen? We moeten gewoon paaltjes hebben. Oh. Blokkering. Hij rijdt wel midden op de weg de hele tijd. Berg je wapen met L1. Had ik een wapen in mijn hand, hè? Ik ga die man pakken dan. Waar is die? Dit is hem weer. Wow, what the fuck? Daar ging een deur. Jongens, laat me met rust. Oh, fuck. Ja, mijn auto is een beetje stuk. Hij ontsnapt ook. Je ruikt zijn doelpunt kwijt. I know. Oprotten. Hoe kun je uit de auto schieten? Ik wil ook uit de auto kunnen schieten, man. Take him out. Waar is die man? Helemaal daar. Wat de fuck? Oké, ik heb hem weer niet gehaald, helaas. Waarom rijdt hij? Ja hoor. Bam! Wat? Waar komt die gast opeens vandaan? Die zat bij hem in die auto. Als het niet goed is. Een beetje een laag hoor. Oké, daar komt hij aan. Bam! Bam, 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 bam. He's dead. Lekker. We hebben het gedaan, Jeez. Hij is dood. Of is hij niet dood? On it. We're on the scene. Oh man. We worden van alle kanten achtervolgd, hè? Oké, maar Angelo is dus dood. Die scherpe bom werkt dus wel als je maar goed raakt. Oh yo, what the fuck. Tering, je wordt die scherpe shit. Je wordt alles kapot gaan. Zware botsing. We hebben een zware botsing veroorzaakt. Trofee. Niks meer. Oh. Daar rijden ze, kameraadjes. Laten wij gewoon gaan ontsnappen. Maar nu was het wel goed gegaan gewoon. Dus je moet het gewoon goed aanpakken. Maar het is wel lastig. Die auto ging wel lekker kapot. Niet verbonden, CTOS. Die zijn er dus nog niet geweest. Ik weet trouwens niet eens wat dat doet, die borden. Maar ja, we rijden zo wel lekker over de snelweg trouwens. Oh, frontale botsing. Dat moet je niet hebben in deze game. Toch kan de auto daar best goed tegen. Ook al ziet hij er nu niet meer uit. Maar dat maakt niet uit. Zoals een vluchtauto. Deze auto mag kapot, want hij is toch niet van ons. Oh. Jongens. En misschien kunnen we het beste van de snelweg afgaan. Want anders blijven we dit als we doorrijden. Beter raak ik ze kwijt. En elke keer weer dat stoplichtje aanzetten. In de hoop dat we hem kwijtraken. Eigenlijk moeten we een roadblokje neer ergens vinden. Hier zijn we weer verbonden. Hoppakee, naar links. En naar rechts. We gaan gewoon gek doen met die man. En hij is ons kwijt. Ja vriend, ik heb de map uit mijn hoofd. Wow, hoe snel kunnen die auto's draaien en shit, man? Bam! Oh, er is verder niemand. Even keer. Ik weet trouwens niet hoe lang die auto's ook meegaan, eigenlijk. Kom op, ga eens weg, jongen. Ga eens. Oprotten.
zijn wel echt goede achtervolgers trouwens. Oké, dit is leuk. Oh, ze gaan me dan proberen in te sluiten. Kut, geen batterij meer. Jongens, mijn auto is kapot. Dat wil je hebben. Dat wil je hebben. Nice. We gaan even ergens in een parkje chillen. Zodat ze ons niet snel zien. Oké. Gaan we hier chillen. Oké, dan killen we ze maar, want ze zouden niet. Of zijn ze mij nu gewoon kwijt? Er zit een bom op mijn auto. Wow, dat is een dikke shotgun. Laten we de AK erbij pakken. Oké. Kom dan met je hoofdje. Bam! Oké, nog eentje. Die moet wel te doen zijn. Laten we herladen. En op afrennen. Nice. Die auto is ook er geweest, dus allemaal mooi. Now, I need to find a way inside that prison. Go face to face with my witness. Ja. We hebben het gehaald. Yes, missie volbracht, jongens. Dat was echt een hele lastige missie. Ik heb er in totaal 36 minuten over gedaan. In ieder geval, de part is 36 minuten vanaf nu. Maar ik ga hem inkorten, namelijk ben best wel vaak doodgaan. En dat is niet zo boeiend om naar te kijken. Dus de part doet ongeveer 25 minuten zoiets. Dus ik heb echt 10 minuten over gedaan. Dat is best wel lang. Dus ook heel erg lastig. Laten we nog even luisteren. I'm gonna get arrested. Of course you are. Why the hell are you doing that? This witness we're after, he's a nobody. He was in the wrong place at the wrong time. He wasn't looking for me. I don't want to kill him. I just want him to understand I can reach him anywhere, anytime. That is a terrible plan. I love it. I'll find a map of the joint, talk you through it once you're inside. Anything you need? My phone? Jesus, you have a problem. You need to unplug. Jordy, I need my phone. They'll confiscate it the second I'm in. Yeah, I know. I'm fucking with you. I got just a guy. He's begging to settle his debt. Just get your phone. Alright, nice. Ik vind die Jordy Chin trouwens wel echt een hele toffe guy. Ik mag hem. Maar jongens, we gaan de volgende keer verder. Ik bedank je voor het kijken. Geef me een blauw duimpje. Abonneren kan hier beneden. Facebook, dit staat in de beschrijving. Vergeet dat niet te checken. En dan zie ik jullie de volgende keer bij een nieuw part van Watch Dogs. Later jongens.